ik heb me wel best wel vroeg gefocust, vooral op de 500 meter. Daar was ik altijd al, ja, wel, daar blink ik altijd in uit. Ik kijk er ook altijd naar uit als we echt het snelle werk mogen doen. Ik ben nu ook bezig meer met de bochten. De hele tijd slijp je een beetje bij als sprinter. En op een gegeven moment dan heb je een paar bochten dat het echt goed loopt. Het is het mooiste gevoel natuurlijk als dat lukt in een wedstrijd. Zeker als er een mooie tijd uitrolt. Ik ambieer wel naar dat hogere doel. Dat zijn die wildcup plekken. Maar ja, als eerst gewoon elke keer bijslijpen, elke keer net iets beter worden. Dat is het traject, zeg maar. Ik ben niet bang om de grens op te zoeken. Nee, dat is wat ik met de rest ook naast het sporten ook wel doe. Als ik het dus niet interessant vind, dan maakt het me ook helemaal niks uit. Dan kan ik wel tegen mijn verlies. Maar als ik ergens voor ga, nou ja, dan kan ik wel goed balen als het niet lukt.